Dit is het Noord-Hollandpad. Een wandelroute van 284 kilometer verdeeld over 16 etappes. De wandelroutes zitten boordevol prachtige natuur, af en toe een snufje cultuur en interessante historie. Bij Fort Kijk komen twee van de drie samen. Fort Kijk is sinds 2017 herbestemd. De ene kant van het fort is een leerwerkcentrum voor jongeren met een aandoening uit het autistische spectrum. En de andere kant is ons belevingscentrum, het tweede bezoekerscentrum van de Stelling van Amsterdam. Fort Kijk is UNESCO Werelderfgoed. Gebouwd tussen 1880 en 1914 als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam is een ring van 42 forten rond Amsterdam op ongeveer 15 tot 20 kilometer afstand van Amsterdam zelf. Bedoeld om Amsterdam en de omgeving te beschermen en bedoeld als laatste toevluchtsoord voor de regering in geval van oorlog. En in staat om een beleg van een half jaar te kunnen doorstaan. Even bijkomen van alle indrukken kan in het gezellige theehuis van Fort Kijk. En loop dan gelijk even langs het vogeluitkijkpunt. In het broedseizoen zie je hier duizenden vogels. Ook kan je vanaf deze plek het oereigebied zien. Het oerei is de noordelijke tak van de Rijn die in zo'n beetje 2700 voor Christus in Noord-Holland al kwam en bij Castricum in Zee uitmondde. Die heeft gestroomd tot zeg maar het jaar 100 na de jaartelling en daarna is het verzand. Nog steeds is de oerei terug te vinden in het landschap. In sommige gebieden zie je van die hele mooie kronkelende watertjes nog. En dat is dan echt het oude oerei-krekenstelsel. Op Erfgoedpark De Hoop in Uitgeest is een infopunt met nog meer verhalen over het oereigebied. Etappes 11 en 12 van het Noord-Hollandpad staan bol van de afwisseling. Er zijn molens en een landgoed, gemaal 1879, grasdijken, forten en genoeg plek om lekker te eten en te drinken. Etappe 12 wordt op ongeveer de helft doorbroken door het Noordzeekanaal. Jaarlijks varen er zo'n 46.000 schepen over. Voor het overgrote deel zijn dat binnenvaartschepen. Het water is brak, een combinatie van zoet en zout water. En dat zie je terug aan de bewoners. Nou ja, wat je dan kan zien, ik vis ook wel. Als je dus midden in het kanaal, als je goed ver gooit, in het midden van het kanaal is het zout water. En daar vang je tong, daar vang je wijting en daar vang je zoutwatervis. En aan de kanten waar het zoeter is, daar vang je baars en voren en noem maar op. Met een gratis pont maak je de oversteek van het Noordzeekanaal. Je wandelt dan via Spaarnwoudepark naar Halfweg, eindpunt van etappe 12. Heb je nu ook zin gekregen om te wandelen op het Noord-Hollandpad? Of wil je nog meer verhalen horen van Nicky, Henriette en Cor over dit mooie gebied? Een podcast en wandelroutes vind je op de website www.noordhollandpad.nl.